Hallo mensen van SkillGamingNL. Hallo mensen van SkillGamingNL en RoamCraftNL. Ja, ook RoamCraftNL. Dit lijkt op normaal Minecraft, maar deze spullen die ik in mijn hand heb niet. Want dit is... Wow. Frank, zeg jij maar hoe het heet. Tekkit. Ja, het is gewoon een mod met allemaal buildcraft, dat soort dingen, maar dan gewoon in multiplayer. Het is een... hoe heet dat? Een modpack. Ja. Maar hier Frank... Met... we zijn heel ver weg van de span, die is duizenden kilometer daarheen. En... ja, we gaan gewoon eigenlijk survivalen. En ja, de eerste dingen die we gaan halen is gewoon... Ik weet niet precies hoe het heet. Oh, wacht. Ik heb nog staan. Het heet een generator gaan we maken. En een makkerator. Ja joh, is goed. Makkerator is hetzelfde als masturbator, maar ja, het effect is iets anders. Het voelt iets beter of zo. Nee, maar Frank, wacht. Ik zag hier op de berg zag ik zo'n ding waar zo'n rubberboom. Dus die moet eventjes niet omhakken. Daar op die berg, zien hem? Dat is een rubberboom. Ik zie echt geen ene flikken hier zo. Ja. Ik ga mijn bright omhoog zetten. Hier, kom. Oh, nou, zie ik al een heel stuk meer. Ah, fuck. Oké, dat was een harde faal. Oké, hier. Dit is een rubber tree. Zitten er... Good. Wacht, ja, hier zit zo'n ding, oké? Kijk eens, Shaco, hier. Zie je dat ding? Daar krijgen we een soort van sticky gebeuren uit. En dat hebben we nodig voor rubber. Of voor, ik weet niet. Voor gewoon voor de machines. Maar, voor een leuke activiteit of zo. Ja, klopt helemaal. Maar dit knippen we in stukken, dus als jullie gewoon denken, what the fuck? Jullie zijn aan het doorpraten en ineens stopt het, what the fuck? Oh wacht, juist een cave, die hebben we nodig. Hey, hier zit allemaal shit in de muur. Ja, ik weet, dat is raar grondstof. Maar... Ik had gewoon lekker graven. Hey, hier beneden is mineshaft. Hey, je kan er niks mee, hè, Shaco? Nou en? Ik weet niet eens of het is. Voor Frank is het... Ik kan zeker... Oh, je kan het ook niet met je hand graven. Nee, het is een soort van steen. Dit is marmet of zo. Marmer, denk ja, ik. Ja, kan ook. Wat... Kunnen we mooie stoeptegels maken? Ja, dat kan inderdaad. In deze mod kan je gewoon alles. Hier, kijk, Frank. Kijk. Daar komt de skeleton aan. Die zijn ook nieuw. Eigenlijk niet, maar... Wauw! Oh, die had ik nog niet gezien. Even... Ik speel een jaar Minecraft, maar nog nooit gezien. Oh nee, ik speel langer dan een jaar. Nou, dames en heren, dit is een hele mijlpaal. We willen het even vliegen. Oh ja, Een kip. Ja, je kan ook een jetpack maken, hè Frank? Dus dat is leuk voor jou. Oh ja. Ja, dat is mooi. Maar maken we hierboven gewoon ons huis? Hey, ga weg, zombie. Ga ik springen. Waarom springen? Oh ja, ik heb een ravijn ingeduwd. Frankus. Hier heb ik... Hey, maar we kunnen zo'n jetpack toch goed gebruiken voor een sketch of zo. Eigenlijk wel, hier. Frank, alsjeblieft, heb je een steen? Dat wou je. Wow. Ik ga er gewoon mee craften of zo. ik heb echt geen flauw idee wat je ermee kan. Misschien kan je het in de oven duwen of zo. Ah, fuck! Connection lost! Oké, en nu ben ik weer terug. Oh, en trouwens voor de mensen die deze mod ook willen spelen. Dat mag. Voor een euro. Nee, het mag. Download link staat in de beschrijving, maar het is wel voor... Fuck dat. Frank's internet pleurt uit. Of ik weet niet wat het is. Frank is tijdelijk offline. Ik denk dat we heel even moeten wachten tot Frank er is. Maar fuck dat, ik krijg het gewoon door. Ja, fuck jou Frank, als je dit kijkt. Fuck jou! Ik krijg gewoon door. Er zijn heel veel nieuwe grondstoffen. En ook de hele tijd zo'n pokken Skype geluid. En... Ik heb een hekel aan het Skype geluid. Blom, blom. Dus we wachten gewoon heel eventjes tot Frank terug is. Eigenlijk niet. Ja, ik ben er weer. Oh, ja. Mijn god. Dat was zo... Oh, fuck. Hey Frank, ik zie daar ergens... Tin. Of als dat tin is. Oké, maar... Waar waren we eigenlijk gebleven? Ik weet niet wat jij nog hoorde van mij. Ik hoorde eigenlijk nog
Alleen dat je ging geilen nog toen je dat marmelet had ofzo, of wat het ook is. Ah. En ietsjes daarna. Ja, ik heb nog helemaal geprobeerd marmen met kip te voegen en zo. Maar dat werkt niet. Met kip? Ja, een eieren. Maar dat werkt niet. What the fuck? Nee, maar... En dirt. Weet je wat? Ik focus een beetje op mijnen. Jij gaat focussen op het huis, oké? Ik ga focussen op alles wat ik zie. Hey, kip! Oh, je wil niet weten wat je allemaal met een kip kan. En ik word geskyped. En ik heb regen. Oh, wacht, Frank. Hier. Dit is leuk, een nieuwe plantje. Mag jij gaan planten? Waar ben je? Frankus. Hier, Frankus. Achter je. Ze zijn schapen. Achter je, Frankus. Hier, ga jij dat maar planten. Met farmland? Huh? Met farmland, of niet? Ja. Het moet nat zijn. Ja, ik ga het even nat maken. Als het niet nat is, dan kan je het niet planten. Nee, maar nat maken is geen idee. Nee, vooral niet voor Frank. Frank is er een gespecialiseerd. Oh, de kans dat we iemand anders tegenkomen hier is best wel klein. Want ik ben helemaal een zee overgestoken. En toen vond ik een jungle gebied hier. Hé, hey, ik heb hier water. Oh. You ready your hoe, oké. Hey, je kan het niet eens op farmland doen, hè? Wel, maar dan moet het nat worden, moet zo bruin worden. Oh, het moet eerst even een beetje bruin worden. Ja, dat wordt geregeld. Frank heeft zijn behoefte doen. Ja, het spijt me maar. Oké. Hé, ik heb iets gevonden, Frank. En het is... Wat denk je dat het is? Oh mijn god, het is tin! Wow. Nee, dat maakt net. Ik dacht, wil ik het weten? Oh, eeuw. Een vliegende mushroom. Dat zie je ook niet elke dag. Nee. En een oh mijn god, ik zie koper. Wauw, en een koe, een dode koe en een kip. Oh mijn god. Wow. Frank, het is zeker wel echt een fantastische sensatie voor jou, omdat je nu een kip ziet. Ja, zeker omdat hij nu dood is. Echt een vermoeden, dan zijn we heel ver. En dan komt er een dag en dan worden we gekriefd. Een of andere flikker op deze server. Ja, als weet je. F-koeien van je zetten. Oh mijn god, ik heb nu al blauw gebeuren. Dat is Sapphire voor mij. Of Emerald of Sapphire? Ah, Sapphire, denk ik. Wat is dat blauwe, Frank? Ja, ik heb hem geplant. Oké, je weet wel dat het echt heel duurt tot er met zo'n flap ding daar groeit. Fuck! Want als je hem oogst... Hey, ik heb hem als nog je hem oogst, dan groeit hij weer terug, hè, Shaco? Je krijgt het gewoon uit de grond. Ja, dat klopt. Hoe denk je dat ik eraan kom? Nou, dat wil ik eigenlijk eBay. Niet weten. Marktplaats. eBay. Ah, fuck. Ik dacht ik had mijn home al gezet. Oké, ik heb een bloemetje. Oh ja, daar kan je zo'n nieuwe die van maken ofzo. Wow, waarom lag ik hem zo? Ja, zeker door deze flip. Het is een geel bloemetje. Oh mijn god! Een geel bloemetje! Hey Frank, we kunnen later allemaal verschillende kleuren pickaxen maken. Die gewoon hetzelfde effect hebben. Okay. Is dat niet cool? Mag ik een roze? Dat kan nou weer net niet. Hè? Het is geen My Little Pony pack. Oké, we stoppen nu deze serie. Oh ja, sorry. Ja, bedankt voor het kijken mensen. dit was blijkbaar toch niet de My Little Pony mod. Frank, we moesten toch de andere kiezen. Zijn, Ja. Eigenlijk gaan we gewoon doen. Ja, we zijn met de rook. Ik ga mijn geld goed sparen. Oh, je hebt ook money, maar ik weet niet wat je... Oh, nee, toch niet. Wat doe. Oh, ik heb toch geen money. Ik heb het even nodig, hoor, om dat blauwe steen weg te hakken. Oh, ik heb marbelen. Marbelen. Kijk, ik weet niet wat ik ermee kan. Maar ik zet het gewoon neer voor de sier. Hey. Kom, we gaan huis van marbelen maken, hoe het ook heet. Ja. Zijn we daar ook weer vanaf? Echt, hè? Hey, ik heb kool.
Alleen kan niet mee, want ik wil geen pickaxe. Ik plant hier eventjes van die flapte rubber trees, dus. Als je flapte saplings ziet, dan die zijn van mij. Heb jij een flapte pickaxe van mij? Ja. Dat vind ik best wel nodig. Hey, marmble.